Een gouden glasbak. Het is een cadeautje voor de stad Den Bosch, waar 40 jaar geleden de eerste glasbak geplaatst werd. Wethouder Jan Hoskam nam de gouden bak in ontvangst en haalde herinneringen op. Ik was 15 en ik weet niet meer dat die geplaatst is, maar ik weet nog wel dat ik er glas in heb gegooid na mijn eindexamenfeest. En was dat veel glas? Ja, dat was wel veel glas. En sindsdien is de wethouder een fervent glasbakgebruiker. Thuis hebben we het verdeeld. Mijn vrouw gaat over het plastic en ik ga over het glas en het papier. En ja, ik ben wel redelijk fanatiek. Want ik vind het namelijk wel heel erg belangrijk. Wie jarig is trakteerd, daarom kreeg iedereen die vandaag glas weggooide een taartje. Proficiat. Ja. Ik ga nou niet die wijnflessen tellen hier, die wil je in doen. Ja, maar dat is toch al van een jaar al gevaar? Ja, zeker. Ja. En van de buren.